Hondsrug College in het Gronings Emmen heeft wel een heel bijzonder onderwijsproject gerealiseerd. 9 VWO en VMBO leerlingen hebben samen een zonnecelauto ontworpen en gebouwd. Hun eerste doel was om de Solarbob te laten rijden. Maar nu dit gelukt is, nu hebben ze de smaak pas echt te pakken. Ik kwam op het idee om een technisch profielwerkstuk te doen. Houdt in eigenlijk een verslag, maar ons leek het wel leuk om het in de praktijk waar te maken om een auto op zonne-energie te bouwen. Hij kan 12 km per uur, nog niet zo hard, maar we proberen hem naar 50 te krijgen. Als basis gebruikten de jongens een tweedehands scootmobiel, die ze eigenhandig sloopten en er de bruikbare onderdelen van hergebruikten. Ja, stuur hebben we ervan gebruikt, die hebben we gewoon weer gebruikt. De wielen, alles hebben we er verder van weer gebruikt. En de motor, die zit hier achterin. Dat ziet er allemaal mooi uit. Maar hoe werkt zo'n zonnecelauto nu eigenlijk? De zonnepanelen die worden opgeladen door de zon. En vanaf de zonnepanelen gaat het naar de laadverdeler. En dan van de laadverdeler gaat het naar de accu's. En die laden zich weer op. De auto rijdt dus. Maar voor Erik Brinkers houdt het zonneauto-avontuur hier niet op. Hij wil de Solarbob verder verbeteren en fantaseert zelfs al over deelname aan de World Solar Challenge. De race dwars door Australië voor auto's die op zonne-energie rijden. Nederland heeft deze race al 3 maal gewonnen, met de Nuna 1, 2 en 3. We hebben ook bezoek gehad van onder andere de TU Delft. Dat is een voormalig bestuurder van de Nuna 2 is hier op bezoek geweest. Heeft ons een aantal tips gegeven om ons concept te verbeteren, waaronder de verhouding van tandwielen op de as, waardoor wij wat harder moeten kunnen rijden, en de manier van sturen die we momenteel hebben toegepast. We hopen dan nog uiteindelijk mee te doen in Australië, maar zover zijn we nog langer niet, dus dat zal nog wel een paar jaartjes op zich laten wachten. Sinds ongeveer 3 jaar werken VWO en VMBO werken intensief samen. Het principe is erop gebaseerd dat het VWO ontwikkelt en het VMBO bouwt. En daarna wordt eventueel, als we tijd over hebben, worden we getest. Deze twee zonnecellen die leveren 110 watt in principe. Maar wij weten dat nog echt zeker. Maar we gaan allemaal nog testen uitvoeren. Hoeveel hij dus levert en hoe hard hij dus kan. En hoe we hem harder kunnen krijgen. Maar ook dus dat we hem direct kunnen besturen zonder de accu's te gaan gebruiken. Gaan we nog allemaal testen, maar hebben we nog geen tijd voor gehad. Scheikundeleraar Wim Bot begon 3 jaar geleden met een project over bierbrouwen. Nu is er dus al een zonneauto en de plannen voor de komende jaren zijn al klaar. Voor volgend jaar hopen we een hoevenkracht te gaan bouwen. En we gaan een biodieselfabriek gaan we bouwen. We gaan uit koolzaad gaan we chemisch veranderen. Daar maken we een biodiesel van. En er wordt hier een volautomatische minifabriek gebouwd van pakweg 20 liter biodiesel op een dag.